Breda nu. Je weet het meteen. De Open Monumentendagen zijn onderdeel van de European Heritage Days. Die zijn bedoeld om de aandacht voor monumenten te vergroten. Dit jaar is het thema In Europa, dat aansluit bij het Europese Jaar voor Cultureel Erfgoed. In Breda wordt voor de 32e keer de Open Monumentendagen georganiseerd. Er zijn ruim 30 panden die hun deuren openen. Dit weekend de 32e editie van de Open Monumentendagen in Breda. Het is anders dan voorgaande jaren qua invulling. En er zijn ook nieuwe dingen. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, we hebben gelukkig best wel veel vernieuwingen kunnen doorvoeren in de Open Monumentendagen. Dus we hebben de Open Monumentennacht. Slapen in de Grote Kerk, eenmalig en uniek. In de lange geschiedenis van de Grote Kerk. We gaan bewegen met monumenten, dus suppen op de Singel. De Singel zelf is ook een monument. En we hebben een aantal unieke locaties bereid gevonden om open te gaan. Zoals waar we hier staan in de voormalige Casino Bioscoop aan de Rijgenstraat. Maar ook de Klokkenberg, Bakker en Ruup is ook niet altijd open. Zo zijn er nog veel meer. We staan hier in het stadhuis van Breda. En was u al eens eerder op de Open Monumentendagen aanwezig in Breda? Breda niet, wel Amsterdam, Den Bosch, Tilburg. En ik was een keer benieuwd. En u start hier in het stadhuis. Welke monumenten gaat u nog, of wilt u nog gaan zien deze dag? Alles wat in de binnenstad is, omdat dat open is op zaterdag. Vandaag is de 32e editie van de Open Monumentendagen. Wat is eigenlijk het doel van de Open Monumentendagen? Wat we willen laten zien in de stad is wat voor prachtige monumenten we hebben en vooral ook van wat voor kansen er liggen bij die monumenten. Want het gaat natuurlijk niet alleen over de monumenten die al prachtig gerestaureerd zijn en die gewoon een heel mooi plaatje van de stad geven, maar we hebben ook gebouwen, monumenten die aan het transformeren zijn, die aan het veranderen zijn, waar we nieuwe functies voor zoeken. En wat we laten zien, ook tijdens de Open Monumentendagen, is van hoe je heel respectvol met het oude ook weer hele mooie nieuwe functies kan toevoegen aan je stad. En we staan nu in de Grote Kerk in Breda. Wat gaat u nog meer aan uw gasten laten zien dat u denkt die highlights moeten ze vandaag gezien hebben? We zijn net naar het stadhuis geweest. Ik wilde de kazerne laten zien. Ik denk dat dat ook wel interessant is. En ze zijn al meer in Breda geweest, dus we hebben al het binnengedeelte van Breda wel een beetje gezien. En dan wilde ik ook naar het kasteel Bouvigny gaan. Dus ik denk dat dat wel mooi is. Breda nu. Je weet het meteen.